Uitlaatplaten is ontstaan in de vrij brede club van ecologen en hydrologen en een enkele planoloog die we hebben binnen de Community of Practice Beken en Rivieren. Daarbij ondersteund door de STOA. En we hebben gezegd van eigenlijk willen we een plaat maken die voor ons heel relevant is, maar die gelezen kan worden door een stedenbouwkundige, door een landschapsarchitect, door een planoloog. Want die moeten uiteindelijk, als het gaat om de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inrichting, dan worden de besluiten vaak genomen op een andere tafel dan waar de ecologen en de hydrologen direct aan tafel zitten. Dat is eigenlijk precies het doel van de praatplaat. Dat die ook als praatplaat in overleggen benut wordt door verschillende belangengroepen, door verschillende overheden, om te kijken van welk stukje van de puzzel kan ik leggen en welk stukje van de puzzel moet jij leggen. Op de praatplaats zien we eigenlijk de verschillende onderdelen van vooral ook de Bigdal-landschappen van de hoge zandgronden, zowel in Zuid-Nederland als in Oost- en in Noord-Nederland. Te beginnen met de landbouwgebieden op de hoge zandgronden, daarna ook de bos- en natuurgebieden op die hoge zandgronden. Op de flanken, dat zijn vaak de dorpen en de steden gelegen. En uiteindelijk komt het water terecht in het Beekdal. En in die plaat is ook nog het verschil aangebracht tussen het bovenstroomse deel van de beek, de middenloop van de beek en de benedenloop van de beek voordat die uitmondt in de rivier. Op het moment dat je dat water langer vasthoudt en het landschap langzamer stroomt, dat wil zeggen dat je de beken veel minder vlug droog vallen. En alle biodiversiteit die in die beken zit, die hou jij veel langer vast. Al die poelen en al die vennen die op de hogere zandgronden liggen, als je daar het water langer kunt vasthouden. Al die libellenlarven in leven, al die kikkers, al die amfibieën, al die salamanders. Wat er beter kan, is eigenlijk de sponswerking van het landschap. We hebben een aantal ontwaterings- en afwateringsgolven gehad. Te beginnen met de kanalen die gegraven zijn in Brabant en ook in Oost-Nederland. Daarna kregen we de landbouwontginningen waarin er ontwaterd werd. De heidebebossingen. Daarna kregen we de beekverbeteringen, want die beken die kregen veel te snel het water van die hoge zandgronden. Daarna kregen we de ruilverkavelingen, dus daar hebben we het hele zandgebied ook nog eens een keer versneld ontwaterd. Toen kregen we de verstedelijking. Die steden die gingen ook de beekdalen in, dus weer werd er ontwaterd. Dus we hebben eigenlijk op de zandgronden een hele ontwateringsmachine gemaakt. En de kunst is om van die ontwateringsmachine weer een, min of meer een spons te maken. En we kunnen die sponswerking niet herstellen, hè, want die functies en dat gebied ziet er heel anders uit. Maar we kunnen die sponswerking wel ontwikkelen. Redenerend vanuit de trits, vasthouden, bergen, afvoeren, kun je naar alle onderdelen van zo'n beekdallandschap kijken en proberen dat water extra vast te houden, extra te bufferen, vertraagd af te voeren, zodat het hele beekdallandschap zo lang mogelijk dat water houdt. En na de droge zomers van 2018 en 2019 en eigenlijk ook al het voorjaar van 2020, is dat eigenlijk meer nodig dan ooit. Als ik kijk naar onze herstelde beken en je ziet wat voor libellenlarven, wat voor vissen, wat voor rietvogels, wat voor kwelplanten er weer langzaam terugkeren, dan is het zeker de moeite waard om dat hele systeem weer verder uit te bouwen en ervoor te zorgen dat dat systeem ook zo lang mogelijk dat water, dat stromende water heeft waar het behoefte aan heeft. En ik hoop dat we samen een heel eind komen.